Gewoon doen. Het geeft je zoveel voor jezelf. Al wil je zelf geen wandelcoach worden of zijn, toch geeft het je zoveel meerwaarde en zoveel meer inzichten in hoe een mens functioneren kan. En wat je als ene persoon aan de andere kan geven. En hoe je die vrijheid van buiten te zijn kan gebruiken om zelf te groeien. Het leukste is dat je zowel zelf cliënt en coach bent en daardoor alle facetten goed kunt zien van alle oefeningen die je doet. Ik zou zeggen doen. Het is echt een aanrader. Het is een mooie opleiding. Je wordt er persoonlijk sterker van, professioneel en als ondernemer. Dus het is echt een aanrader om te doen. De Triag Wandelcoachopleiding is een opleiding die heel praktisch is en die je direct nadat je hem hebt gedaan kunt gaan inzetten. Het is een praktisch ingerichte opleiding die je in staat stelt om je eigen gereedschap wat je hebt in jezelf te delen met anderen. In één keer kwam dit op mijn pad en toen viel voor mij het kwartje zo van ja, dit is het. Eigenlijk wist ik al heel lang van dit is wat ik wil gaan doen en dit is wat gewoon heel krachtig werkt. En dat is ook gebleken. Het is voor mij echt een aanvulling geweest waar alles op zijn plaats viel. De Triag-methode heeft mij een goede kapstok gegeven om een perfecte coaching aan op te hangen. En het verbinding maken met de natuur daarin is een hele belangrijke, want dat zijn we verleerd. De Triag Wandelcoachopleiding geeft heel veel zelfkennis. Ik vond de trainers origineel. Bij de grond, normaal, gewoon, puur. De Triag-methode is een krachtige leidraad om te coachen in de natuur. De Triag Wandelcoachopleiding is een zeer effectieve opleiding. Heel doelgericht. Vooral doen, doen, doen. Niet alleen maar denken en in theorie en achter de boeken. Maar vooral in het bos bezig zijn en daar leer je het meeste van. Nou, ik heb de begeleiding van de trainers heel erg positief ervaren. Het is de Triag Wandelmethode die zij ons leren, maar het mooie daarvan vind ik dat ze allebei ook hun eigen inbreng daarin hebben en dat niets standaard is of niets moet, dat ieder zijn eigen invulling en interpretatie eraan kan geven, ook hun twee zelf, en dat vind ik het mooie daarvan. Dus daardoor voel je jezelf ook vrijer om dingen te kunnen zeggen.